Hi allemaal en welkom bij deze video. Ik ben Janet en ik maak video's over kroeshaarverzorging of natuurlijke huid- en haarverzorging en ik schrijf ook nog blogs. Ik wil je als eerst vragen om deze video een duimpje omhoog te geven en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan, want daar help je mij gewoon heel veel mee. En dan kan ik meer mensen bereiken en weet je, gewoon groeien. Dat is wat ik wil. Dit is mijn nichtje trouwens, Eersie. Vroeger ging ik altijd al voor haar vlechten, maar het is nu wel een tijd geleden dat ik dat heb gedaan. Maar ik zat ook ineens te denken van, wat voor type haar heeft zij eigenlijk? Want ik weet eigenlijk niet hoe ik dit moet typeren. Weet jij dat? Niet dat het heel veel uitmaakt voor deze video, maar gewoon voor, you know, gewoon voor de fun. Hoe zou jij Eersie's haar typeren? Laat gewoon even hieronder achter ja, wat jouw antwoord is. Misschien heb je zelf zulk haar, want ik heb geen idee van, is het echt nog 3 of wordt het alweer 4? Maar ja, in ieder geval, wat ik ga gebruiken voor deze haarstijl is een edge control. Maar die edge control gebruik ik meer voor, zeg maar, de scheidingen. Om dan, weet je, een strakke, nette, mooie scheiding te maken. En leave-in conditioner, die gebruik ik wel gewoon door haar hele haar. En daarnaast gebruik ik ook nog water en olie. Maar dat zien jullie straks allemaal. Oké, dus ik merkte al heel gauw dat als ik scheidingen of iets probeerde te maken, dat het net mijn haar leek. Dus dat ik er dan helemaal niet uitkwam als ik het niet nat ging maken, zeg maar. Ja, dus hier was ik nog wel een beetje aan het struggelen. Terwijl haar haar gewoon uitgekamd was. En het was ook zelfs nog een beetje vochtig. Het is niet te zien, maar zo voelde het wel aan. Maar je gaat me later wel gewoon even wat anders zien doen. Dus gewoon water gebruiken, leave-in conditioner erin. En dan gaat het wel wat makkelijker. Dus als eerst heb ik een scheiding gemaakt in het midden, zodat ik weet tot waar de middenscheiding komt, want ze waren een middenscheiding. Daarna heb ik vanuit die middenscheiding scheidingen opzij gemaakt, tot net, is dat nog achter je oor of is dat midden? Oh god, hoe noem je dit? Is dit het midden van je oor? Laat me gewoon zeggen, ik heb de scheiding gemaakt tot het midden van haar oor, dan aan beide kanten. En ja, je kan duidelijk zien dat de voorkant veel minder is als de onderkant. Maar dat is prima, dat werkt gewoon. Maar ja, hier zie je nog even hoe ik dan de edge control heb gebruikt. En wat ik dus bedoel met nettere scheidingen. Dan is die gewoon net even wat strakker. Ik was dus alvast begonnen, want dit kind heeft een groot hoofd, veel haar. Dus ik denk, we gaan natuurlijk niet alles lopen filmen, maar ik wil wel gewoon even laten zien wat ik doe. Oké, dus hier nog even wat ik al zei. Ik spray haar haar dus even met water. Daarna gebruik ik olie, in dit geval argan oil. Maar ik denk niet dat het echt heel veel uitmaakt wat voor olie het is. Dit is gewoon wat ik had liggen, dus dat heb ik dan gebruikt. En daarna weer de leave-in conditioner. Ook bij dat denk ik dat het niet heel veel uitmaakt wat voor leave-in conditioner het is. Maar ja. Anyways, als haar haar dus nat is. Kijk, ik was nog wel aan het struggelen. Maar ik dacht, ik ga niet elke keer mensen haar lopen kammen of borstelen. Want dat doe ik bij mezelf ook niet. Dus waarom zou ik iemand anders dat aandoen, you know? Maar ik moet zeggen, het ging wel beter. Oké, dus het vlechten zelf, dat is, ik zou zeggen, niet heel bijzonder. Want het is een basic vlecht. Het enige wat je doet, is je maakt de scheidingen wat kleiner. Dus je houdt er eigenlijk al rekening mee bij de horizontale scheiding. Dat die al niet te breed is. Ja, wat is niet te breed? Moet je een beetje zelf bedenken. Want kijk, als iemand een groot hoofd heeft, zoals ik zelf bijvoorbeeld, dan ga ik niet hele smalle horizontale scheidingen maken, zeg maar. Weet je? Dus je moet het ook een beetje inschatten. Hier bij haar denk ik dat het een vinger breed was ongeveer. En dan heb ik het over mijn eigen vinger. Ik weet niet hoe breed jouw vinger is. En dan hetzelfde idee voor de verticale scheiding dan. Ook een beetje een vinger breed. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitleg zo.
Maar ja, het vlechten, als je nog niet kan vlechten, hier nog even een close-up. En ik laat het zo ook nog wel een beetje zien. Ik hoop niet dat dit te snel gaat. Als je echt nog een gedetailleerde vlechtvideo wilt. Heb ik zoiets? Oh god, volgens mij heb ik niet eens zoiets. Maar laat het mij dan ook even weten en dan kan ik die video nog maken. Maar ja, achterkant was gedaan. Ik kan je ook niet vertellen hoe lang we bezig waren. Want in de tussentijd waren we een serie aan het kijken en veel aan het praten. Dus ik heb er niet echt op gelet. Maar dit is de achterkant. Oh ja, ik vroeg me dus wel af, hè, want ik ben dan iemand, ik vlecht altijd gewoon en ik ben geen professionele vlechtster, zeg maar. Maar ik zie dan wel dat mensen mousse gebruiken en zo, weet je, gewoon haarmoes om dan het haar, denk ik, netter te houden. Heb jij ervaring daarmee? Want ik dacht voor haar haartype, moet ik zeggen, denk ik dat het ook wel een goede was geweest. Ik heb het niet gedaan. Maar wat is precies, weet je, school me, wat is precies het verschil? Wat merk je echt eraan? Laat het me weten in de beschrijving, want ik ben wel gewoon benieuwd. Oké, dus nog wel even een close-up, al is hij wat versneld. Maar zoals je kan zien, gebruik ik mijn wijsvinger eigenlijk ook om een beetje... Ik gebruik mijn wijsvinger ook een beetje als stop tussen het haar. Dus elke keer als ik de vleg maak, zit mijn wijsvinger ook een beetje ertussen. Klinkt dat logisch? I'm not sure. Weet je wat? Kijk maar gewoon. Ik ga gewoon niet meer veel praten. Dat zeg ik wel vaker, maar nu stop ik echt met praten. Kijk maar gewoon even naar de video. Oh, het laatste wat ik nog wel even zeg. Het eind van het haar... doe ik gewoon hoe ik eigenlijk mijn eigen haar ook zou doen. Dus ik vleg niet alles helemaal door, maar de eindjes die krul ik zeg maar om mijn vinger. En dat is het dan. Dit is het resultaat. Wat vind je ervan? Laat me even weten in de beschrijving. Geef me nog tips als je denkt van hey, dit kan nog wel wat beter. Maar volgens mij was ze er blij mee. Dus bedankt voor het kijken in ieder geval. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Geef deze video nog een duimpje omhoog. En wij zien je de volgende keer weer.